Flikker Maastricht, Undercover, Baantjer en Moordvrouw. De Nederlandse televisie barst van de politieseries. Maar hoe gaat het er ook echt zo aan toe in de realiteit? En hoe past dit bij het beeld van Nederland als nummer 1 ecstasy-producent? En het Nederland van Tagi en Holleder? Vandaag gaan we in gesprek met Jonny Jansen, regionale sectiehoofd van de politie Amsterdam. En daar gaan we praten over veiligheid en kansongelijkheid. Mevrouw Jansen, welkom. Dank je. Hoe gaat het met u? Goed. Ja? Zeker. Heb je zin in? Zeker, ook. Ik vind het leuk dat jullie me gevraagd hebben. En ook gezien het publiek dat jullie hebben, dat ik iets kan vertellen. En ik probeer zoveel mogelijk te vertellen wat ook oud in die open kan. Dus ik hoop dat het een leuk gesprek wordt. Ja, er gebeurt nogal wat in Amsterdam. Zeker. Vorige week een hele heftige steekpartij. Een roofoverval. Liquidatie ook geweest. Hoe bent u daarbij betrokken? Is uw rol daarin? Ik ben dus de diensthoofd van de regionale recherche van Amsterdam. En wij behandelen eigenlijk alle zware zaken. Dus zware georganiseerde criminaliteit. Vaak waar ook slachtoffers bij overlijden. Of waar het een complex is in het vinden van de dader. Of veel PD's bijvoorbeeld, plaatsdelicten. Nou, dat zie je met de Brinks-overval. Daar hebben we meerdere plaatsdelicten, meerdere verdachten. Extreem geweld. Nou, dan ligt die zaak sowieso bij ons. En daar ben ik dan, ik stuur eigenlijk mijn organisatie daarvoor aan. We hebben 900 mensen bij de dienst en die werken allemaal keihard om dat soort zaken, maar ook zedenzaken, financieel, milieu, migratiecriminaliteit, dat valt er ook allemaal onder. Ja, en wat is uw verhouding dan tussen uw functie en die van de officier van justitie? Ik ben eigenlijk de leiding van de politie en de officier van justitie is de leiding van het Openbaar Ministerie. En we werken eigenlijk in een keten, wij doen de uitvoering en zij doen uiteindelijk de vervolging. Maar bij onderzoekers zelf? Bij onderzoek vanzelf is de officier van justitie, die is eigenlijk de leidinggever van het onderzoek. Ja. En daar zit voor mijn dienst tegenover een teamleider van de politie. En in die gradaties hebben we een aantal sturingsmechanismen. En ik stuur eigenlijk het strategisch niveau aan. Oké. Ja, we hebben het al een beetje genoemd, de detective series, politie series. Mm-hmm. Die kan ik zelf overigens echt niet kijken. Want ik denk de hele tijd, nee, dat klopt niet. Dat is niet waar. Is precies wat we willen weten. Dat is de grootste misvatting die ik denk dat er bestaat door deze media. Nou, wat je ziet is dat mensen in die series een soort verwisselbare rollen hebben. Ze zijn aan de ene kant een tactisch regisseur en daarna staan ze weer op hun PD. En daarna doen ze weer het onderzoek in het lab. Nou, dat klopt niet. We hebben gewoon echt wel dat onderverdeeld in waar iemand goed in is. En in een domein, in wat iemand met kennis en kunde en ervaring moet doen. En ook dat je alle zaken binnen een uur oplost. Ja. Oké, ik wou dat het zo was, maar dat is helaas niet zo. Maar het is ook amusement, weet je, dat moet er ook zijn. En ik ben ook ooit getriggerd door CSI, dat vond ik echt een fantastische serie. Daardoor ben ik ooit criminologie gaan studeren. Maar als je eentje wil kijken die wel echt wel de waarheid dicht, dat is The Wire. Dat wil ik echt adviseren. The Wire is wel echt de meest realistische serie. Oké. Okay. Want hoe verloopt zo'n forensisch onderzoek nou echt? Gewoon een beetje stap voor stap. Als er een melding komt, dan komt die eigenlijk bijna altijd vanuit het blauw. Dat is de uniformdienst. Die maakt natuurlijk als eerste iets mee op straat. Neem bijvoorbeeld de steekpartij. Dan is er contact vanuit ons operationeel centrum. Daar worden eenheden aangestuurd om naar zo'n steekpartij toe te gaan. Er komen er meerdere disciplines om te kijken wat er moet gebeuren. Misschien iets in de hulpverlening, misschien iets in de opsporing. Zo'n plaatsdelict ook afzetten moet gewoon meteen gebeuren. Dat gebeurt eigenlijk al door de collega's op straat. En dan komen de forensische onderzoekers met hun witte pakken en hun tenten om het zoveel als mogelijk afgeschermd en integer te kunnen behandelen. En dan worden sporen verzameld. En al die sporen die moeten dan bijvoorbeeld naar het NFI moeten bekeken worden. Hopelijk is dat heel veel bewijswaarde in de zaak. En dat is wel mooi om te zien. We zien dat zeker in het forensische door heel veel meer technische mogelijkheden tegenwoordig. En ook wel in het digitale, dat daar komt echt heel veel bewijswaarde vandaan. Dus we proberen vooral op het specialisme wel echt in te zetten. Dat vroeg me af, want technologie die ontwikkelt zich heel snel. En het rechtssysteem zelf wat minder, waar die toch aan gebonden zijn. Hoe is daar spanning tussen? Niet per se, maar je ziet wel dat het elke keer nadenken is over hoe moet je vak goed blijven bestaan en kan je slimmere methoden toepassen. We hebben van oud, zeker in klassiek opsporen, zijn we erg bezig met het verhoren van de verdachte, daar heel veel investeren. Maar als je nu, zoals we laatst natuurlijk onze grote klapper met Sky hebben gehad, als je gewoon een printscreen hebt van een PGP-telefoon dat ze naar elkaar sturen van hey, ik heb diegene vermoord, of nou, dat zegt ze echt in wat meer slang dan dat ik het nu zeg, maar en het is gelukt, ja, hoeveel ga je dan
dan nog investeren in verhoren? Kijk rechter, ga je dit dan ook als bewijswaarde toelaten in je rechtbank? Nou, dat is het spel wat we wel nu spelen met elkaar. Want toch zien we wel een beetje kritiek op die nieuwe ontwikkelingen. Ik bedoel, volgens mij recent was er een artikel in NRC over nepaccounts die de politie nu gebruikt om vooral naar protesten, demonstraties, redden, hoe je het wil noemen, op te sporen. En hoe dat eigenlijk een beetje dat grijze gebied beloopt tussen waar er al wetten voor zijn en nog niet. Dus hoe... Dat is altijd zo. Ergens kan je heel erg aan de voorkant zitten om jurisprudentie te ontwikkelen. Maar het kan ook zijn dat je iets ontwikkelt waar we nog niet aan toe zijn. En dan gaat je zaak ook gewoon nat. En dat is spanning. En soms moet je een levy pakken. Soms moet je iets proberen om ergens te komen. Maar daarom is het vooral de verbinding tussen politie en OM om te kijken wat is juridisch mogelijk en wat is juridisch nu op dit moment toelaatbaar. En kunnen we in combinatie met de rechtspraak proberen om dat op te rekken. Dat is wel belangrijk om dat te blijven doen. Zeker in grote complexe zaken waar het afbreukrisico enorm is. Ja. Wat voor technieken hebben jullie dan naast bijvoorbeeld, nou ja, dat is een aantal, maar bijvoorbeeld op trackers, op telefoonstappen, PGP-berichten, zijn ook dingen die wat minder bekend zijn? Ja, maar dan hou ik ze ook liever minder bekend. Ja. Zijn die dan heel effectief of zo? Ja, we hebben wel een instrumentarium waarin we ook wel ontwikkelen, want de technologische ontwikkeling gaat natuurlijk enorm en die halen we ook naar binnen. We doen ook veel aan innovatie, we werken ook samen met andere diensten. Dat voert hier intern innovatie? Ja. Innovatie bij, eigenlijk als nationale politie doen we ook aan innovatie. Ja. Met TNO werken we bijvoorbeeld ook veel samen, die ook veel ervaring heeft met innovatie bij Defensie. En zo zoeken we wel mogelijkheden om het beter te doen. En je ziet ook dat we steeds meer mensen binnenkrijgen die bijvoorbeeld zelf een programmeur is van software en die gewoon tools kunnen bouwen om ons te helpen. Ja, dat is fantastisch. Die mensen kunnen waarschijnlijk bij een Apple superveel verdienen. Maar het intrinsieke hart van werken bij de politie en bijdragen is blijkbaar dan groter dan het kunnen verdienen. Ja, en daar brengen ze zoveel in mee bij de politie. Misschien komt dat wel door baantje. Ja, dat is mooi, ja. Als ze daardoor getriggerd zijn. Ja, ik hoop het, ja. Ja. Maar dat gebeurt gelukkig ook. Okay. Nou, even naar het volgende onderwerp. Namelijk, recherchewerk is eigenlijk best wel reactief. Als in, het is een reactie op iets wat gebeurt. Is dat ook een goede aanname? Of doen jullie ook heel veel opsporingswerk? Ja, we verdelen het eigenlijk in zowel incidenteel als fenomeengericht. Mm-hmm. En we hebben altijd een noodhulpfunctie. Want als er iets gebeurt, een liquidatie, een moord, een heftige steekpartij, een ontvoering, een gijzeling, dan moet je handelen. Dus je hebt altijd incidentgerichte opsporing. Maar we investeren ook heel erg in fenomeengerichte opsporing. Omdat je, nou ja, vanaf 2012 hebben we natuurlijk echt die onderwereldoorlog gehad met die vele liquidaties. Daarin hebben we echt wel een patroon gezien en een fenomeen van, nou ja, criminele samenwerkingsverbanden, CSV's noemen wij dat, die tegenover elkaar staan, die ook weer fluïde in elkaar overgingen. En dan zie je wel ontstaan wie nou belangrijke personen daarin zijn. Of er iemand in een cocaïne-netwerk zoveel talen spreekt die gewoon onmisbaar is. En als je die eruit haalt, dat je toch iets doet met het netwerk. Ja, daar zijn we ook wel echt wel goed in om dat te doen. Dus maar je weet dat sommige mensen bijvoorbeeld heel veel talen spreken in een netwerk en die hou je er dan uit. Ja, we kijken natuurlijk echt naar hoe kan je in zo'n groot crimineel samenwerkingsverband het beste verstoren. Nou, we weten dat dat vaak niet komt door de uitvoerder eruit te halen, want er staan wel meerdere uitvoerders op. Die wijden met bosjes aan. Maar juist diegenen die een specifieke schakel zijn, een facilitator van iets, of die een financiële lijn beheren, dat echt wel moeilijk werk is, of die een platte pet bij een douane, of die een poort bewaakt. Dat zijn gewoon, die krenten wil je er eigenlijk uit de pap halen, want dat is de enige manier om dat netwerk een beetje te doen shaken. Maar dan heb je het netwerk al wel in zicht. Bepaalde netwerken, bijvoorbeeld bij Taki, die is best wel laat ontdekt. Is een aanname. Nou, dit is tenminste wat in het nieuws gerapporteerd is. U weet waarschijnlijk veel. Ja, u weet sowieso veel meer dan ik. Misschien op dit gebied. Ja, maar goed. Maar in het nieuws werd bericht dat het best wel laat dat hij in beeld kwam. Hij als persoon. Zijn er niet veel meer netwerken waarvan je eigenlijk niet echt weet of ze bestaan? Tuurlijk, maar er zijn te veel netwerken, dat is het probleem. We hebben alleen in Amsterdam al 32 meest ondermijnende netwerken en die scoren dan hoog op geweld, op witwassen en op contrastrategieën. 32. En het netwerk bestaat uit minimaal 10 personen of meer. Dus het is gewoon, ja, dat is de taak van de politie tegenwoordig. Je moet het beheersbaar proberen te houden, want het oplossen, dat is gewoon kansloos. Daar is die cocaïnemarkt te fors voor, daar is het verdienmodel te groot voor, daar is de aanwas en criminelen gewoon te veel voor. Dus je moet proberen toch slimme dingen te doen, waardoor je je taak als politie kan voldoen. En wat je wel ziet in die netwerken is dat hoe belangrijker ze worden, hoe minder zichtbaar.
dan hebben ze gewoon voldoende soldaten of mensen om zich heen die zorgen dat diegene in anonimiteit kan blijven en het werk gebeurt door anderen. Dus als je gaat rechercheren in zaken, kom je dus later ook bij kopstukken. Maar zolang er dus geen indicatie is van een bepaald soort overtreding van de wet, dan gaan jullie ook niet actief op zoek naar zulke soort netwerken. Nou, je hebt wel altijd een strafrechtelijke verdenking nodig om een zaak te kunnen... Dat is de wet natuurlijk, je hebt een verdenking nodig om tot een verdachte te komen. Maar zeker, we hebben wel mogelijkheden om veel meer te kijken naar beeldvorming op netwerken. En daar kan je meerdere middelen ook op inzetten. En dat doen we wel als we al veel meer uit Sky bijvoorbeeld zien hoe dat beweegt. En dan denken we, hey, die hebben we nog niet eerder gezien, maar dat is wel interessant. En we zien ook met de ontwikkeling in Zuidoost dat mensen die een half jaar geleden nog niet bekend waren, ineens een jaar later gewoon flink op die ladder staan. Dat is heel zorgelijk, maar dat is ook wel complex. Maar als dat dan zo snel al gaat, zeg maar, binnen de criminaliteit, lopen jullie dan als politie niet een beetje achter de feiten aan? Nou, ik denk dat er altijd een kern van waarheid in zit. Want ik denk dat je nooit helemaal vooraan kan komen. En dat is wat ik bedoel met je moet langs die lijn van beheersbaarheid blijven. En daarin verrassend kunnen werken. Kijk, dat Sky, dat heeft natuurlijk niemand daarvoor. AnchorChat, dat heeft niemand verwacht. Weet je, iedereen waande zich veilig op Sky. En zelfs Sky zei, ja, wij zijn onbreekbaar. Dus je krijgt 5 miljoen als het je lukt. Mm. We hebben niet gecashed overigens, maar we hadden het best kunnen doen. maar dat zijn dan wel, dat is dan de verrassing die je nog kan beogen. Door gewoon slimmer te zijn dan de rest. En op heel veel dingen zal je ook altijd achter de feiten aanlopen. Daar is dat reactieve karakter ook voor. U noemt een aantal keer beheersbaar. Wat is beheersbaar voor u? Beheersbaar is voor mij dat je in ieder geval zorgt dat het niet zodanig aan de oppervlakte komt dat de maatschappij er echt alleen maar last van blijft houden. En dat zie je met die periode in 2015, toen was het niet meer beheersbaar. Al die liquidatie die in het openbare domein, kogelgaten in babykamers. Ja. En alsnog, we kunnen niet alles voorkomen, maar juist daar ga je dan zoveel als mogelijk je capaciteit op zetten om dat in te dammen, om dat niet te laten gebeuren, om erachter te kijken achter dat fenomeen, zodat die conflicten niet gaan plaatsvinden. Maar toch is dat best wel een perceptie die een beetje gebaseerd is op het Amsterdamse stadsleven. Terwijl ik denk dat als je naar Brabant gaat of naar Gelderland en daar bij de boeren gaat vragen, al heel ver van tevoren de georganiseerde misdaad toch de bevolking inkwam met mensen die werden gevraagd om schuurtjes te verhuren voor ecstasyproductie. Ja, je hebt wel echt een verschil in een soort boven- en beneden rivieren. Mm-hmm. Je ziet, Amsterdam heeft, de aantrekkingskracht van Amsterdam is het hele hoofdstedelijke component. Het is een bepaald, weet je, wel, Nederland bent ook een distributieland. Amsterdam is een belangrijk knooppunt. We hebben een flinke infrastructuur. Er is veel anonimiteit. Je verdwijnt in een grote stad. Er is veel vastgoed op te kopen. Dus er zijn heel veel mogelijkheden om je in Amsterdam te verstoppen. En je ziet dat zeker in de randstedelijke gebieden die hele cocaïnehandel en die cocaïnewereld en die liquidatie, excessief geweld, echt het instrumenteel gebruiken van geweld om een plaats te veroveren, om een ander netwerk de pas af te snijden, om toch bovenaan die hele handel te komen staan. Dat is bij ons veel groter. En als je kijkt naar veel meer beneden rivier, is de synthetische drugs veel meer is daar veel meer de relatie in. En dat zien we hier eigenlijk veel minder. Maar om terug te komen op dat beheersbaar, dat heeft dus te maken met in hoeverre het de gewone mens als het ware beïnvloedt. Maar... is mijn perceptie hè, van beheersbaar. Dus ik vind het belangrijk dat je, kijk, alles wat je wilt doen als politie is om het buiten veiliger te maken. En de veiligheid in de wijk is wat mij betreft het belangrijkste. Want daar heeft, kijk, als ik aan mijn buurman vraag, wat vind jij dat de politie moet doen? Ja, ik wil gaan ruzie met mijn buren en ik wil gewoon geen hondenpoep op de ja. Weet je, dat is ook wel de perceptie van veiligheid. Dat verschilt zo erg. Maar ik hou me bezig met zware georganiseerde criminaliteit. En ik zie dat veel ondermijning toch terug te herleiden is naar de wijken. Hoe het zich vertaalt tot de jeugd die opstaan, die toch een plek hebben in die hele handel en in die hele wereld als uitvoerders, als uithalers. Ja, dat baart me echt heel erg veel zorgen. En dat is voor mij ook beheersbaar maken en houden. Is de enige manier om dat te doen is samen. Wij als politie hebben daar een onderdeel en een verantwoordelijkheid voor. Maar zeker in het sociale domein waar je moet zorgen dat voedingsbodem van het ontstaan van het criminaliteit, waar het echt zit in, nou ja, scholing, in de achterstandsbuurten, in kansrijkheid, dat soort dingen. Ja, dat, zeker in Zuidoost. Daar moeten we met elkaar op staan als overheid. En een meerjarenplan van minimaal 10, 20 jaar. Want anders gaat het gewoon niet gebeuren. Ja, want dat is eigenlijk een beetje de soort van de verschillende kanten van het probleem. Is natuurlijk, er zit ook heel veel sociale aspecten. Zeker, aan. Ja. Zoals bijvoorbeeld 11-jarige jongeren die als soort kabouterpost drugs rondbrengen. Hoe kan dat
in een land als Nederland. Dat we zulke jonge mensen in de criminaliteit hebben zitten. Ja, hoe kan dat niet? We hebben gewoon ook echt buurten, achterstandsbuurten. En daar is Zuidoost echt wel een voorbeeld van. Waarin er grote sprake is van lage lettertijd. Waarin er de lage CITO-scoren. Waarin de sociale interactie veel meer zit op je bent op straat. En je zorgt ervoor dat je je gezin onderhoudt. En het maakt niet uit op welke manier. En als je dan als 11-jarig ziet dat er jongens van 2, 3 jaar ouder met grote pakken geld rondlopen. Ja, waarom ga jij nog naar school dan? Dus het perspectief bieden, en dat is heel moeilijk, maar het perspectief is zo niet rijk aan de goede kant, zou ik maar zeggen, dat het zo makkelijk is om daarin in te stromen. Als je 11 bent en je ziet jongens van 2, 3 jaar ouder, die zijn alsnog super jong, zijn alsnog kinderen. I know, ja, maar dat is de realiteit. En als je ziet zij worden gebruikt, een aantal van hen wordt gewoon gebruikt om cocaïne uit containers te halen en dan krijgen ze 1000 euro voor. Dat is hartstikke veel geld om één. En de kans om gepakt te worden in een lekke haven is hartstikke klein. En als je wel wordt gepakt, nou, dan doe je een paar maanden. Maar na die paar maanden is je leven verpest. Dan heb je een strafblad en wat ga je daarna nog doen? Want wat voor rol speelt de politie eigenlijk om die sociale situatie beter te maken? Want je ziet natuurlijk wel wijkagenten. Ja, we hebben vooral een signalerende functie, vind ik, daarin. En aan te geven wat er aan de preventieve kant kan gebeuren. Ook aan te geven vanuit mijn perspectief. Kijk, we zien die hele carrière zien we versnellen. We zien het jonger, we zien het gewetenlozer worden. Dus je moet daarop investeren. Anders ben ik nog decennia lang bezig met die liquidaties opruimen. Dus die signaleerfunctie is heel belangrijk. En in de wijken, goed contact met de gemeenschap, het eigenaarschap verdelen, ook de ouders daar een plek in geven, op scholen veel voorlichting blijven geven, die wijkagenten, dus dat community policing, om in die wijken aanwezig te zijn en daar iets in te doen, dat is een hele belangrijke taak van de politie. En loopt er dan ook een lijn tussen de politie en de gemeente daarin? Zeker. Ja, we hebben meerdere multidisciplinaire initiatieven waarin gemeente, jeugdzorg, politie, dat werkt allemaal samen. Om vooral goed in die keten te kijken van wat is nou mijn eigenstandige rol daarin en wanneer kan ik op tijd aangeven waar ik denk dat het escaleert. En daar is de verbinding goed in. En zeker in Zuidoost zie je ook, de burgemeester wil echt gewoon strijd tegen ondermijning in de stad. Dat wil ze echt vanuit een driehoeksperspectief doen met het OM, met de politie, met de gemeente. Er zijn al plannen over een masterplan Zuidoost naar gelijkenis van Rotterdam om echt 10 jaar lang te investeren. Ja, dat moet. Je ziet dat de politiek en de grilligheid van een ambtstermijn 4, 5 jaar ook dat ad hocerige met zich meebrengt van oké, nu moet de politie dit doen, nu moet de politie dat doen. Maar je moet gewoon lange tijd vasthouden aan dit soort lijnen, want anders dan... Krijg je veel taken op jullie geschoven die eigenlijk... niet helemaal aan kan? Ja, altijd. Ja. Maar dat is denk ik elke organisatie, dus altijd minder capaciteit dan wat je aan kan. En dat is ook de reden waarom je moet prioriteren. Je moet elke dag weer bedenken, waar heb ik dan het meeste effect? Wat is op dit moment het belangrijkste? Wat doe ik in relatie tot mijn partners? Dus dat is wel een afweging, is eigenlijk iedere dag weer. En sommige dingen kan je niet laten, hè? Want een paar jaar geleden hadden we een onthoofding voor een café. Dan kan je niet zeggen, laat het hoofd wel even liggen. Want sommige dingen moet je ook gaan doen. Ja, want we zien vanuit de gemeente natuurlijk ook, die probeert ook oplossingen te vinden. Een daarvan was de test met het preventief fouilleren. Er kwam heel veel kritiek op. Mm-hmm. In hoeverre, wat is de uitslag daarvan? Want we hebben daar heel weinig nog over kunnen lezen in hoeverre dat effectief was. Ja, er worden wel een aantal proeven nu gedaan. Juist om de effectiviteit daarvan te bewijzen. En ook de raad wel mee te krijgen dat het wel een middel is om iets aan de preventieve kant te kunnen doen. Mm-hmm. En wat er doorheen loopt, en dat snap ik, is natuurlijk ingewikkeld. Van in hoeverre ga je niet profileren of etnisch profileren. Of in hoeverre ga je echt at random mensen aanwijzen om... En zeker in een gebied als Zuidoosten wil je vooral oppassen dat je gaat stigmatiseren. Want je wilt de gemeenschap aan je kant krijgen. Je wil die verbinding met elkaar houden. En dan moet je niet tegenover elkaar komen te staan. En tegelijkertijd wil je ook iets doen aan jullie hebben dat vast gezien op het nieuws. Op een aantal scholen bij jongeren worden gewoon zulke messen aangetroffen. Dat is gewoon echt ondenkbaar. Ja. Waar komt dat vandaan, denk je? Dat toenemende soort van wapenbezit? Dat weet ik niet. Ik moet ook zeggen dat ik me daar minder mee bezig hou. Want ik hou me gewoon natuurlijk meer bezig met de zware georganiseerde criminaliteit. Maar ik zie wel een verharding in de samenleving. En dat is denk ik al een aantal jaren aan de gang. Als ik zie de manier waarop er omgaan wordt met de autoriteit. Weet je, als er wordt gespuugd naar de politie. En
de meester voor de klas wordt uitgescholden. Ja, in mijn tijd, ik had geen grote mond tegen de meester, hoor. Echt niet. Maar dat is gewoon genormaliseerd. Misschien is dat, ik weet niet of u uit de stad komt. Ja, ik ben Amsterdamse ook. Ja. Dus ik vind daar zit wel echt iets in die verharding en die individualisering. En ja, dat zit ook wel in de maatschappelijke ontwikkeling. Maar er zit dan geen connectie daarmee en met de onderwereld? Want ik kan me voorstellen, we hebben natuurlijk gehad over hoe dat toch doorbloedt in Nee, daar zit nog wel een verschil in, hoor. Degene die met steekwapens, de jeugd die met die steekwapens, daar zie ik echt wel een verschil in hoe zich dat verhoudt. Als ik het heb over die cocaïne en die liquidatiewereld, dan zijn het echt vooral de uithalers van de twintigers in Zuidoost die worden geworven om een aantal klussen te doen. Daar zie ik nog wel een verschil mee met de jongens in Zuid die met zo'n mes lopen. Dus dat is echt nog wel een verschil. Zijn bij die georganiseerde organisaties daar ook verhard? Staan veranderingen in ten opzichte van vroeger? Ja, ik vind het wel gewetenlozer. We kennen gesprekken ook vanuit Sky waarin eigenlijk, ja, wat is een leven? En zelfs alsof het er gewoon niet toe doet. En van ja, poppen maar of ja, maakt niet uit als er een vrouw of een kind bij is. Zo wordt er gewoon over gesproken. Ja, ik heb dat niet eerder gezien. En ook het klussen laten klaren door mensen, bijvoorbeeld LVB'ers, die gewoon lichtverstandelijk beperkt zijn, die nooit om LVB's zijn lichtverstandelijk beperkte. Ja. Die worden dan gewoon makkelijk geworven, want hier heb je een paar duizend euro en ga maar met de Kalasjnikov naar binnen en schiet in het rond. Ja, die delicten hebben we natuurlijk ook gehad. Ja, dat is ondenkbaar. Gewoon weten dat je daar meerdere slachtoffers mee gaat raken dan dat je eigenlijk beoogt. Mm. Ik vind dat echt heel schokkend. Dus nevenschade is wat u betreft het grootste verschil tussen vroeger Zeker, en nu. Zeker, ja. En gewoon de gewetenloosheid van het opdracht geven. Het niet uitmaken waar het belandt. Schiet maar gewoon in die wijk. Who cares? Ja, dat heb ik niet eerder gezien. Maar zijn dat soort mensen dan ook niet gewoon helemaal, nou ja, als je zoiets doet ben je waarschijnlijk sowieso los van de maatschappij. Ja. Maar vroeger was dat natuurlijk ook wel weer. Maar is dat dan? Ja, ik vraag me af, waar zit dat dan? Ja, is dat een nature-nurture discussie? Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja, waar voel je hem op terug? Daar zitten allemaal elementen in. Daar zitten ook in succesverhalen, kunnen pronken. Er zit status in. Er zit voorbeeldfilms. Er zit nog steeds in als je een beetje het voorbeeld van de televisie na kan doen, dan ben je ook een grote. Dus er zit zoveel beïnvloeding in. Maar de beïnvloeding van de politie is echt gering nog daarop. Dat wat is gewoon, u dan van een serie zoals Mokro Mafia? Is ook een groot deel amusement en ook een deel, heel groot deel in de lijn van de waarheid. We hebben ook veel overleggen met John van de Heuvel over hoe kan je toch zorgen dat de actualiteit ook weergegeven wordt. Ja, wat je daar ziet is ook voor een groot deel waar. Kijk, de staatsliedenbuurt was natuurlijk verschrikkelijk. Daar is het allemaal begonnen, die hele onderwereldoorlog, met gewoon het schieten op elkaar met zware wapens, politie beschoten, kogels overal in de rondte. Ja, dat is gewoon meer, dat is hier in de stad. Ja, om terug te komen op inderdaad dat doorbloeden. We hebben de zaak van Dirk Wiersum gezien. Natuurlijk, dat was volgens mij heel nieuw in Nederland. Dat er echt een advocaat werd geliquideerd. Hoe was het op kantoor die dag? Ja, vreselijk. Dat was gewoon onmacht. Van hoe kan dit gebeuren en hoe kan je daartoe zetten? Hoe kan zo gewoon een man met kinderen die gewoon zijn werk probeert te doen, hoe kan je die gewoon targeten en zeggen van dit is mijn boodschap aan de maatschappij? Ja, super geschokt. Nog steeds hoor. Ik den het nog steeds door. En dat is dan, daar gaat natuurlijk meteen je capaciteit op. Want dat is de maatschappelijke orde is zo geschokt en je wil daar gewoon, de justice moet daar gewoon ingebracht worden. Bent u bang dat dit het nieuwe normaal wordt? Dat we dit soort zaken... Nou ja, over de 1,5 meter zijn ze ook nieuwe normaal. Dus daar geloof ik niet zo in. dit is wat mij betreft wel excessen. Mm-hmm. Ik geloof niet dat het nieuwe normaal wordt. Maar het is wel een excess, maar het is wel een heftig excess. Maar zo'n Brinks-overval, die hebben we ook in 10 jaar niet gezien op deze manier. Ja. Wat doet het met het gevoel van agenten of mensen hier op het bureau die non-executief zijn? Ook een soort verslagenheid hoor. Hoe ga ik? Het ook een soort moed. Ik merk gewoon dat de mensen die ooit die dat uniform hebben aangedaan of bij de recherche zijn binnengestapt, ook wel een soort lifetime passie hebben om daar het goede in te doen. En zoals met Brinks,
onze mensen die gewoon in een weiland stappen, ja, zonder achter een boom te kunnen staan. Ja, 10 jaar geleden zeiden we absoluut geen blauw doorheen, alleen speciale interventies. Maar je gaat gewoon, weet je, je gaat daar ook niet. Je denkt, godsamme, dit is mijn stad, die ga ik even verdedigen. Dus dat zie je wel ontstaan. Dat zie je ook met de opsporing nu, met die Dirk Wiersum. We gaan alles op alles zetten om die gasten te pakken. Dat gebeurt er wel. Er gebeurt wel natuurlijk iets met je. Ja, maar het is dus meer dat het moeten geeft dan onveiligheidsgevoel. Nee, en dat zal denk ik later komen. Maar zeker in de adrenaline, dan duurt het even voordat je het besef hebt wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Dat moet en het gewoon het gaan. En dat de actieintelligentie, die is zo fors aanwezig in Amsterdam. Maar dat moet wel, want je wordt per week geconfronteerd met meerdere heftige feiten. Dus je moet soort van kunnen blijven gaan en dat ook kunnen pareren. En niet meer naar huis nemen of goed over praten en dat los kunnen laten. Anders kan je werk ook niet doen. En is er wel eens een soort frustratie aan de juridische kant voor jullie, want bijvoorbeeld met Nabil B. en Dirk Wiersum, die heeft volgens mij nu gezegd van ik neem afstand van deze zaak door niet nakomen van afspraken. Hoe voelt dat dan als politie, als je toch zo intensief bezig bent met zo'n zaak? Ja, dus in het hele proces heb je altijd een aantal teleurstellingen. Dat je had verwacht dat een verdachte langer zou blijven, dat er iemand zou gaan praten, dat er een hogere straf zou worden opgelegd, dat we meer geld zouden vinden en dat is een soort ingecalculeerd risico, omdat je niet weet waar je komt als je gaat rechercheren. Mm-hmm. En er is ook teleurstelling bij. En dat is ook wel een beetje part of the job. Je kan niet alles beïnvloeden. En ook aan die kant van de keten wordt keihard gewerkt. Het OM wil ook alles zetten om het gewoon goed te laten verlopen. Dus daar is niet iets van een intentie om het te laten falen. En als je uitgaat van dat, dan hou je echt wel een goede hoop. Ja, want hoe houdt u die hoop eigenlijk? Ik kan me voorstellen dat we zetten iemand als rolleder in de gevangenis, maar er lijkt toch niet echt een einde aan te komen. Aanname denk ik, maar ik blijf hoop houden, omdat ik weet dat we nog steeds goede dingen doen. En ik zie dat we nog steeds effecten hebben. En ik zie dat we nog steeds achter enorme ondermijningsverbanden komen. En ik zie dat we nog steeds kunnen targeten en de goede interventie kunnen doen. En dat we nog steeds mooie successen halen. Nou, Rico de Chileni toch de laatste 11 jaar heeft gekregen, waren we ook echt ontzettend blij mee. Dat was echt een van de grootste kopstukken in de cocaïnehandel, samen natuurlijk met een aantal anderen. Dus er gebeurt voldoende om echt trots op te zijn en hoop te houden. U zegt steeds, dat is een aanname. Weten wij als publiek zo weinig? Want voor ons, wij hebben het idee dat wij dit. Nou, we hebben natuurlijk wat ingelezen. Yeah. We lezen de krant. Zijn best goed op de hoogte, denk ik. Ja, ik denk dat er. Tuurlijk, ik durf echt zeker niet te zeggen dat jullie niet goed op de hoogte zijn. Want dan zou ik jullie, denk ik. Dan is het interview nu afgelopen. Maar. Dus zo is hij zeker niet bedoeld. Maar in de media staat ook veel waar gewoon ook een bepaalde mate aan entertainment of amusement of publieksbeïnvloeding in zit. Dus dat is de reden waarom ik soms zeg, het is een aanname. Of ik krijg denk je 5% dat mee of zo? Ja. En dat is misschien maar goed ook hoor. Ja, ik zeg soms tegen mijn moeder, ik ben blij dat je niet alles weet wat er gebeurt. Want als ik jou zou vertellen wat er op een dag gebeurt, dan wil je eigenlijk niet meer naar buiten, denk ik soms. En dat is, weet je, het gevoel van onveiligheid wil je niet vergroten. Dus daarom denk ik dat je moet benoemen wat er belangrijk is op dat moment. En er moet op vertrouwen dat er diensten zoals de politie, maar ook een AIVD of een defensie juiste dingen doet om te zorgen dat wat er nog speelt niet bij de buitenwereld komt. Ja, dat het een hele belangrijke taak is. In Nederland heeft de politie niet echt een cultuur van heel erg op het nieuws komen en heel erg, zoals je in Amerika soms ziet. Echt. Denk je ook aan de Nederlandse bescheidenheid? Ja. Ja, zeker. Maar is dat ook iets wat misschien inspeelt op toch het veiligheidsgevoel in toon houden? Ook. Ze worden elke keer wel een afweging gemaakt van wat we moeten delen en wat niet. Wat helpt, wat niet. En ik denk ook wel dat we nog beter zelf succes zouden kunnen vieren, hoor. Ik denk dat we ook wel. Ik vind ook dat je bent zo druk bezig met gewoon je werk doen. Mm-hmm. Het is toch een beetje een phrase van de Nederlands van doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dat we soms ook wel eens vergeten om de successen te vieren. En dan is er weer het volgende. Oh ja, er liggen nog 10 zaken, dus waar maak ik ons druk om? Dus het zit er ook wel een beetje in. Ja. Ik merk vaak dat in de zomer er meer nieuws komt over. Is het politieke seizoen over. Ja, dat zou best kunnen. Dat er gewoon meer ruimte is voor politiek. Daar is het ook mee gelegen. Want toen de periode dat Sky kwam, was net voor de verkiezingstijd. Mm-hmm. Dus toen werd al gezegd, we gaan 1 item doen. Maar normaal wil je daarna wel uitgenodigd bij bijvoorbeeld een Jinek. Maar er was helemaal geen ruimte voor, want het was verkiezingstijd. Dus zo is het ook wel weer bepaald. Medialoog. Ja.
En dat is prima, daar doen we het ook eigenlijk niet voor. Nee. Maar zit er misschien wel een gevaar in dat het dan heel vaak in handen van journalisten komt om het publiek soort van te onderwijzen, bijvoorbeeld met de podcast Cocaïnekoorts of zo, zoiets. Dat komt dan wel te liggen bij onderzoeksjournalisten en niet bij de politie zelf. Ja, maar ik vind het ook niet een gevaar. Ik vind het een heel onafhankelijk beroep. Ik ben blij dat journalisten bestaan, dat de media bestaat. En ik vind dat ze ook een functie hebben. En heel vaak hebben we ook een wisselwerking met elkaar als we iets van elkaar kunnen gebruiken. Dus ik vind dat heel logisch dat het mag bestaan. Ja. We hebben het nou best wel een tijdje gehad over georganiseerde misdaad. Mm-hmm. En over dat er veel misdaad is in Amsterdam. Hoe is de verhouding een beetje tussen georganiseerd en incidenteel? Ik vind dat best een moeilijke vraag eigenlijk om dat te beantwoorden. Behalve dan dat je ziet dat heel veel incidenten ook iets met georganiseerde te maken heeft. Zeker in mijn dienst. Als het gaat om meer de liquidaties of dingen die te maken hebben met drugs. Daar zit altijd wel iets van een fenomeen achter. Maar daarnaast hebben we nog talloze losstaande steek- en schietincidenten die te maken hebben met juist iets persoonlijks of in de persoonlijke relatie of juist iets met een verward persoon. Ja, dat staat er helemaal los van. Maar hoe dat zich verhoudt tot elkaar, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Is het grotendeels de één of iets? Nee, maar het wisselt elkaar wel enorm af. Okay. Dus het is gewoon beide aanwezig. En zijn dat soort mensen, zijn dat ook een soort van draaideurcriminelen? Degene, als het gaat over de incidenten bedoel je? Ook, bijvoorbeeld. Nou ja, ik denk dat het heel erg verschilt. We hebben laatst de heftige steekpartijen gehad. Het ging dan weer over een verward persoon. Ja. Het ging juist over iets interpersoonlijks. Of er was een ruzie, of het was in de emotie. En soms heeft het helemaal geen aanleiding. En soms is het warme weer en trekt iemand zijn mond open. Dus ja, wat kan je zeggen? Het gedrag van mensen is ook gewoon onvoorspelbaar. Ja, ja, dat is inderdaad zo. Die militair die nog steeds weg is in België. Ja, dat is toch ook een verhaal dat je denkt, de hele familie doet oproep van waar ben je mee bezig en kom terug. Want je hebt nog zoveel om blij voor te zijn. Who knows wat er morgen weer is. Het is ook lastiger, wat is enger, door georganiseerde misdaad of gewoon de gewone mensen op een dag? Ja, ik weet niet of je per se dat ook zo kan scoren of zo, of wat iets enger is. Maar het heeft allemaal impact. Ja. Op een manier komt het dichtbij. Wat doet dat met uw eigen veiligheidsgevoel? Ja, ik voel me eigenlijk heel erg senang in mijn stad. Dus, en ook met de functie uitoefening die ik heb. Ik ben trots op dat ik de dienst mag leiden. Ik denk dat we het heel erg het goede doen. En ik leef niet met een specifieke vrees of angst. Ook niet met het toenemende doorbloeden. Nee, weet je, ik denk dat ik dan ook moeilijk mijn werk kan gaan doen als dat heel erg leeft. Dus ik vertrouw heel erg op wat we doen en hoe we daar met elkaar en de eigen awareness die ik ook heb voor mezelf en voor mijn omgeving, daar heb ik natuurlijk zelf ook een stukje in te doen. Dus ik leef niet gelukkig in angst. Dat is heel fijn om te horen. Wordt Amsterdam dan volgens u veiliger of minder veilig? Nou ja, dan zou je eigenlijk de verschillende rapportages daarover moeten afwachten wat het subjectief en objectief zet. En dat vind ik altijd wel, want wat is objectief en wat is subjectief? We zien heel vaak dat we in geregistreerde criminaliteit bijvoorbeeld afnemen, maar dat onveiligheidsgevoel hoger is. En wat iemand zelf heeft meegemaakt zal er altijd in meespelen, dus het is best moeilijk af te wegen. Maar ik denk dat alles dat we doen maakt het allemaal een stukje veiliger. En je ziet dat Amsterdam altijd nog hoog blijft scoren vergeleken met andere eenheden, maar dat andere regio's, andere eenheden. Maar dat komt ook gewoon door dat hele hoofdstedelijke component. Ja. Het is gewoon interessant om hier te zijn. Het lijkt inderdaad een hele interessante baan. ik denk dat ook heel veel mensen thuis gewoon denken van, ja, wat gebeurt er nou? Ik heb zelf vandaag wel echt duidelijker een beeld gekregen van wat jullie doen en hoe het er een beetje voor staat. Mooi. Dus dat was hem, denk ik. Ja, heel erg bedankt voor geen de dank. Tijd. Ja, en, geen dank. Ik vond het heel leuk. Leuk vraag stellen aan jullie. Bedankt voor het kijken. En als jullie nog interesse hebben in andere interviews, heel veel verschillende onderwerpen, dan moeten jullie vooral kijken op ons YouTube-kanaal.